de Staten. Heel goed doorgedrongen tot de laatste 16. En na drie afstanden staande op plaats nummer 9. Wat kan nou die Bokjev, terwijl we Mitchell zien? Die Bokjev heeft dit seizoen gereden een 10 kilometer van 15 minuten en 11 seconden. Daar val je niet van je stoel als je dat hoort en dan zeg je, oh, dat is een zacht koekie. Maar hij hoefde dit seizoen geen 10 kilometer te rijden. Hij heeft er maar eentje gereden ook. Voor de rest had hij alleen maar selectiewedstrijden op 1500 meter, die hij won. En op 5 kilometer, waar hij derde werd. Zijn persoonlijke record staat op 14:36 en een meetje. Nou, dat zijn dan de gegevens als hier Mitchell en Bokjev vertrekken. En de Russen kennende zal dat een mathematisch sterk opgebouwde race worden. Kijk, hij is nu al naast Mitchell. Voor Mitchell is 10 kilometer erg ver. We gaan het allemaal precies bijhouden, want zo hoort het. Opening, 36:09. Het baanrecord, het zijn nogmaals gezegd, gisteren hebben we het al geroepen, Art Schenk Holland, 14 februari 1971. How time flies. 15:01:06 reed hij toen. En Bokjev, hij heeft nu de ondankbare taak die Hilbert van der Duim dit seizoen 3 keer heeft gehad, namelijk te moeten openen op een lange afstand. En de concurrenten die in het klassement achter hem staan, zullen dit met zeer scherpe belangstelling volgen. 1.11.60 na 800 meter na 2 volle ronden. Normaal gesproken zal Bokjev Mitchell geen tegenstander van echt formaat hebben op deze afstand. Maar het heeft al aangeduid, het is niet een echte 10 kilometer man die Mitchell. Hij heeft hem nog nooit onder de 15 minuten kunnen rijden. 15:07 als beste prestatie tot nu toe. Anders zegt Bokjev, zal het alleen moeten doen en noteert na 1200 meter 1:47.88. Een rijdersrondje 36. Ik denk dat in de prognostieken deze Bokjev weinig voor is gekomen als het dit wereldkampioenschap betrof. 2:24.5. Rondje 33 stond hè? Dat was niet juist. Nee, dat was verre van juist. Het was een rondje wat bijna tegen de 37 aan zat, 36:07. En dat is heel wat anders natuurlijk. We gaan naar de 2 kilometer, de 2000 meter tijd voor Oleg Bokjev in zijn moeilijke ondankbare taak. 3:01:10, 36:05 voor de ronde. En dat klopt dan wel. Voorzichtige schatting mijnerzijds, 14:48, 14:50. Ja, het is moeilijk filosoferen altijd als het nog zo lang duurt, maar inderdaad is dat ongeveer het schema waar hij op vertrokken is, denk ik. Althans, waar hij nu op rijdt. 2400 meter, 3:37.6 voor Rusland, voor Bokjev. En kijk eens, Mitchell is al een heel eind achterop geraakt. Kan het sfeervol zijn tijdens zo'n kampioenschap? We herinneren ons dat uit vele toernooien uit het verleden. En wat kan het ook sfeerloos zijn? En dat beleven we dan hier in Ullevi. 4:14,5 na 2800 meter. Maar al wel boven de 37 nu uitgekomen.
Ja, wat moet je doen in zo'n eerste rit? Je weet dat er een groot gat tussen jou en de concurrentie gaat. Maar je weet ook dat een zelfs groot gat op de 10 kilometer soms heel snel ook gedicht kan zijn. 4:51.16. We schrijven de tijd na 3200 meter. Mitchell die blijft angstvallend dichtbij. Waarmee ik eerder de prestatie van Mitchell dan positief benader dan die van Bokjev. En dat is misschien toch een indicatie. Een indicatie dat Bokjev niet zo hard gaat. En met David Bowie op de achtergrond zitten we op 5:47.49. Ja, het zijn dikke 36ers, de rondetijden die hij aflevert in deze fase. En ja, als je nou een echte toptijd wilt, dan zit je te hoog. Maar een echte toptijd is hier niet mogelijk op dit ijs. Dat hebben we gisteren ook gezien. Tijdens de 5 kilometer en vanmiddag eigenlijk ook tijdens de 1500 meter als er maar één man, dat was wel deze Bokje, onder de 2 minuten weet te rijden. 4 kilometer zit erop en de tijd 6:04.17. Het komt mij voor dat Bokjev het hoe langer hoe moeilijker gaat krijgen tijdens deze 10 kilometer en hij moet nog zo net. Ja, want ook de 14:50 is al niet haalbaar. Zal niet haalbaar zijn. Met andere woorden, we zijn bijna halverwege. En als we daar zo'n 17, 18 seconden bij tellen, betekent het een 5 kilometer tijd van ruim boven de 37. Ik zie aan de overkant zie ik de Nederlandse coach Boer op het ogenblik. Met alle mogelijke klokken, logaritmetafels, passers. En alles bezig om hier te berekenen wat mogelijk is. 7:53.8 en een rondje tegen de 37 aan voor Bokjev. En hij moet nog zo lang. Ja, je kunt veel leren van zo'n rit als je als coach langs de kant staat. We hebben dat gisteren heel duidelijk gezien bij de 5000 meter rit van Thomas Gustafsson. Die faliekant verkeerd uitpakte. En je kon ook constateren dat de mannen die daarna de 5000 meter reden het heel anders deden. Kozen voor een voorzichtige start. En met wat reserves in de laatste ronde tot een goede tijd raken. 8:30.36 na 5600 meter. En nog altijd zijn de rondetijden dik in de 36. Het is wel een rit van de regelmaat, dat zeker tot nu toe. Hij koerst op het ogenblik precies op de 15 minuten grens aan. 7-1, hang in their mark. Dat was de vrouw van Wood die als tweede coach optreedt voor Mark Mitchell. 9:07.39 en kijk, weer een rondje 37. Dat is mevrouw Goods. 7-9, come on, fight it, Mark, fight it!
zijn terug bij Oleg Bogjev. Een man die het zeer regelmatig doet tot het heden. Constante balans. De rondetijden lopen nu heel voorzichtig op. 37-1. En ja, echt interessant wordt het natuurlijk straks pas in de volgende ritten als we de echte vergelijkingen kunnen gaan maken met daaruit voortvloeiende consequenties voor het eindklassement. Bogjev is niet anders dan bezig met het zetten van een tijd en dan we hopen dat dat genoeg zal blijken te zijn. 10:21:05 voor de tijd. 37 seconden precies. En we hebben er 6800 meter op zitten. En hij zegt dat hij door moet rijden, anders wint hij niet. Maar er is ook absoluut niemand in dit stadion die de beide heren aanmoedigt. Nee, het is een dode boel hier. Doodse stilte, dat is echt onwaarschijnlijk bij een wereldkampioenschap. 11:36:01. En de rondetijd is nu 37,5 geworden. Nog 2400 meter. Zeker alles wat hier Nederlands is, houdt nu de mond dicht. Deels aangedaan door de meegebrachte spiritualiën. En deels ook in de hoop dat die Bogjev niet goed rijdt. De rondetijden worden per ronde nu een paar tienden van een seconde langzamer. Ik zou bepaald niet willen beweren dat Bogjev niet goed rijdt. Hij rijdt naar mijn smaak heel goed. Alleen, je moet dat altijd afmeten aan de tijd. Aan de tijd die anderen rijden. En daarover valt nog geen zinnig woord te spreken. Sinds 1962, dat Viktor Kosytskin won in Moskva. Men da må du forte deg, Bogjev. 12:51:02. Det 37,4 og 4,2 etter 15:15-skjema. Han greide å øke tempo litt på den runden. Og når han kommer til mål, så det bare tre runder igjen. Så det blir ikke noe stygg sprekk her for Bogjev. Han har vel egentlig gjennomført ganske pent, hvis vi ser på de første rundene. Han begynte jo helt opp på 36-tallet. Han har ikke vært høyere enn 37,7, har han det? 37,7 den dårligste. Ja, ser ut som et velberegnet løp dette. Han fryktelig sliten der. 13,28,6. 37,4 i rundetid, 4,6 etter skjema. Ja, det tydelig at han har tatt sjansen nå på å sette inn det aller, aller siste. Ikke noe å spare på. Går hver eneste runde så fort han bare orker. Han vel over det punktet hvor han vil sprekke og bli helt stiv, kommet over der, bare i ferd med å tømme kroppen fullstendig for krefter nå. Og uten å ta sjansen på å falle. Kommer til mål, det to runder igjen. Og han sliten nå. Han hører skjøyta skjære gærent i isen også. Passerer på 14.06.2. Det blir 37,6 i rundetid. Og 5,2 etter skjema. Det høres ut som de roper kjør, 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 kjør der borte russerne. Jeg skal ikke forundre om de gjør det. 600 meter igjen nå. Det en deilig følelse. Vite at vi har kommet så langt i hvert fall. Ingen grunn til å spare på noe som helst. Ser at dette et løp som man har greid å gjøre det maksimale ut av.
kan ikke være mange tødler av krefter igjen i han nå. Ikke mye trevler i muskulatur som ikke gjennomsliten. Og da har han gjort jobben sin, Norik Boksepp. Passerer siste gang på 14.43.5. Og har 37,3 på den runden. Og ligger 5,5 sekunder etter skjema. Og det betyr at han kommer til å gå inn rundt 15.20. Men om det tilstrekkelig til et verdensmesterskap, vanskelig å si nå. Men i alle fall så går da denne nye russiske storløperen Oleg Botsjev til den siste 200 meter på nye Ullevi stadion under VM 1984. Nummer 5 på 500, nummer 9 på 5000 og vinner av 1500 meter i dag. Og så skal det bli spennende par som følger når Botsjev nå går i mål på 15.20.85. 15.20.85. Og så kommer Mark Mitchell mot mål. Han har 20 meter igjen. Og inne på 15.41.14. Mark Mitchell, 15.41.14. 15.41.14. Ja, det var det første paret det. Og så kan dere alle sammen hjemme sette opp tiden. 15.20.85. Og fra det kan dere trekke 13,96. Vi ser hva dere får for noe. Og vi ser altså poengsummen til Botsjev på 169.663. Og på Mitchell 173.520. Hvis dere da i dette regnskapet har fått 15.06.89, så har dere fått det samme som meg. Skal da Jorseth regne ut det også. 15.20.85. Det tiden til Botsjev. Og Rolf Falk Larsen må løpe 13,96 sekunder raskere for å ligge likt med Botsjev. Klar med klokkene. Skuddet går. Og du fikk det samme som oss. Du, jeg har holdt på med noen poengsummer. Var det det? For det første og for det andre så har jeg faktisk ikke stand til å høre hva du sier på grunn av bråket fra banen. Ha. Så hvis du vil være så snill og gjenta det på lufta, så var det fint. Skal jeg gjøre det. Jeg går ut fra at det riktig. Jeg sa 15.20.85 minus 13.96. Det er et kolossalt brøl her nå. Det er Jepp Kramer som løper. 15.07.16. Fikk du det, ja? Ja. Ja. Da fikk du et annet resultat enn meg, men det er sikkert ikke det du har fått. Ja, wat doe je dan als Nederlandse coach? Laat je Kramer als trekpaard fungeren voor Falk Larsen of probeer je hem in die eerste ronde al meteen het snot voor de ogen te rijden? Om kapot te krijgen. Van de klasse komt terug. 1.15.7, 1.15.9. 4 seconden achter Bogiev. Ja, ik moet zeggen dat ik dat wel wat veel vind. 4 seconden na 2 rondjes. Toegegeven, Bogiev zag zijn rondetijd in het tweede deel van de 10 kilometer race sterk oplopen. Maar 4 seconden in 2 ronden is natuurlijk wel erg veel. Goed, we gaan het kijken. 1200 meter, Kramer en Larsen. 1.52.0 voor de Noor, 1.52.1 voor Kramer. U zag het, 15.27, daar rijdt hij vlak op het ogenblik. Dat geldt dan ook voor Falk Larsen. Maar ik neem niet aan dat hij weggaat op een verloren rit. Dat is onzin ook.
kan je net zo goed Mikado gaan spelen. Nee, Kramer kan dat vrij rustig doen. Die zijn plaats staat min of meer vast in het eindklassement. Maar voor Falk Lars is het een ander verhaal. 2.28.2 inmiddels. Kleine 4 seconden nu achter Bokjev. Anders gezegd, de Noord trekt bij. En heeft maar één ding eigenlijk voor ogen, mag je normaal gesproken zeggen. Namelijk die 15.06 die moet rijden om Bokjev in het klassement te pakken. Ik denk dat Kramer er inderdaad, ik weet niet of het bewust gekozen tactiek is of dat het toeval is, maar heel verstandig aan door het tempo in deze race door Falk Larsen te laten bepalen. 3.41.2 voor de Noor na 2400 meter. Maar met rondjes 36.7. Ja. Er is altijd nog zo'n 3,5 seconden achter de tijd van Bokjev. Ja, die zijn eerste 3-4 ronden te hard ging. Waarmee het verschil weer bijna 4 seconden is geworden in het nadeel van de Noord ten opzichte van Bokjev. Maar ik denk dat Lier erop gokt om 4 tot 6 ronden lange 36,5 rondjes te rijden om dan over te schakelen. Kijk, die 36,5 rondjes die zitten er nu, hè? 4.55.2 om 4.55.9. Een beetje aantrekken nu. De rondetijd kruipt al lichtelijk omhoog. 36.7 was het nu voor Falk Larsen. En als je inderdaad winst wilt halen ten opzichte van Bokjev, moet je nu niet al te lang meer wachten, denk ik. Falk Larsen, 6.09.0. Kramer, 6.09.6. En de achterstand ten opzichte van Bokjev groeit. Bijna 5 seconden nu. En u weet het, Falk Larsen moet zo'n afgerond gesproken 14 seconden sneller zijn dan de Russen om in het klassement te pakken. Sterk tussenstukje van Kramer trouwens. Ja, ik heb niet de indruk dat Falk Larsen bezig is hier wereldkampioen te blijven. Zoals je dat vorig jaar werd, zal hij het hier niet worden. Tenzij in het tweede deel van deze 10 kilometer iets wonderbaarlijks met het Noord gebeurt.
naar de 4800 meter. 7:24.24 voor Valk Larsen. En dan is het verschil ten opzichte van Bogjev 7 seconden. En kijk, het is niet gedag wat Henk Boer daar zwaait. Het betekent dat Kramer zo'n 2,5 seconden boven het door hem aangegeven schema zit. En dus op 15,5 minuut koers. Ja. Maar ik denk dat Kramer nogmaals heel verstandiger aan doet om gewoon een beetje bij Valk Larsen te blijven. En als hij op een gegeven moment... Daar moet het niet wegbrengen natuurlijk. Dat is onzin. 8:02.26. Daar rij je dus zo lang al over. En Valk Larsen rijdt een rondje 38 en Iep is weg. Voor een misschien wel demarrage. Zo'n rondje 38 is een slecht teken hoor voor een rijder. Het is een mooie rit in ieder geval, dat wel. Deze strijd tussen Noorwegen en Nederland. Met Kramer nu op de 5600 meter lijn heel licht in het voordeel. 8:39.6 op 8:40 blank. En ronden van dik in de 37. Ten opzichte van Bogjev begint zo langzamerhand toch dramatische vormen aan te nemen. Want Valk Larsen zit daar nu bijna 10 seconden achter. En waar haal je dat weer vandaan? Nog altijd Kramer licht voor, 6400 meter, 8:17.1 om 8:17.2. 9:17.1. 10 seconden achterstand. Valk Larsen heeft de inzinking van zojuist wat afgeschud lijkt het wel. Rondje 37 lijkt er beter op. 9:54.3 om 9:54.6. 10 seconden achter Bogjev. Binnen 10 kilometer we in een ander daglicht gaan zien. Als we deze hier bezig hebben. Of moeten we misschien dan toch gaan constateren dat die Bogjev gewoon een hele goede 10 kilometer heeft gereden. We hebben dat een beetje voorzichtig al aangeduid. Hij reed het ook bepaald niet slecht. En zo'n prestatie krijgt wat meer gestalte, wat meer cachet als je dat afzet tegen wat deze mannen aan het doen zijn. 7200 meter, Valk Larsen weer licht voorop. 11:08.67. En nog altijd een verschil van 10 seconden ten opzichte van Bogjev. En we hebben nog 7 rondjes te gaan, dus dat kan je verder met de hand dag zeggen. Valk Larsen is zijn wereldtitel kwijt. Of hij moet nu rondjes van 34 gaan rijden. En u weet net zo goed als ik dat het volstrekte onzin is. Bogjev reed hier nog 37 rondjes. Die ging pas 3 ronden later over.
Hier is Rolf Valk Larsen in 12.24 dubbel blank. 12.24,5. U ziet de rondjes 37,5. En een verschil van 10 en 2 tienden van een seconde ten opzichte van Bokjev. Ja, dat blijft nu gewoon zo. Ja. Deze rit die kunnen we dus gewoon statistisch bijschrijven. En het gaat dan straks alleen, met name althans, om de rit nummer 4 tussen Van der Duim en Eri. Om te kijken hoe de ereplaatsen van dit wereldkampioenschap verdeeld zullen worden. ...8400 meter, Valk Larsen, 13.01.19. 9 1/19 van een seconde nu. Hij komt iets dichterbij bij Bokjev. Dat klopt ook wel, omdat Bokjev in deze fase hele, hele moeilijke ronden aflegde. Ja, hier een 38er neerzetten toe. En wat mij betreft is het nog een open vraag wie van deze beide heren de rit gaat winnen. Hoewel Valk Larsen het gaatje nu wel wat groter heeft gemaakt. 3 ronden tillbaka och löpe. Passering 13.38 blank. Det blir 36,9 rundetid. Och då tar han ett halvt sekund tillbaka och ligger 9,4 efter Botchev. Det är bra jobbat Rolf, jag skrikes det bort på växlingssidan och det är helt riktigt det. Och det är bra jobbat vis-à-vis Jepp Kramer som på sin sida jobbar väldigt bra tillbaka. Men det kan alltså inte göras något med Oleg Bortsev, det är helt klart. Två runder igen nu. Kommer Kramer igen. 14.15.5. 37,5 i rundetid. Vinner ett tiondel till från Bortsev. Och är 9,3 efter. Ja, Rolf Falk Larsen, nu måste det göras. Med sista yttre så bör Rolf Falk Larsen ha en ledelse nu. Med passering, sista passering. Och det vet Kramer, därför kör han kolossalt yttre. Och håller nästan Rolf Falk Larsen där. Och Kramer har ett litet övertag, även om det är Rolf Falk Larsen som är först ut på långsidan. Och begge två vet att detta blir ett spurtuppgör. Kramer är hissig, har inpå, har större fart. Rolf Falk Larsen så vidt foran, 14.52.3. 36.8 i rundetid, og 8.8 etter Botchev. Der gikk Rolf Falk Larsen en god innersving. Så kommer Kramer på vekslingssiden. Begge to har jevn fart. Kramer ser jo Rolf Falk Larsens rygg, og så kjører Rolf på godt ved inngangen til yttersving. Spurter den bra, og holder han nesten i ytre, men Kramer til å komme ut først. Det er nesten side om side. Kramer har størst fart. Hvem spurte best? Det gjør Rolf Falk Larsen. Går opp på siden av Kramer som prøver å svare. Men Rolf går fra teknisk nydelig løping av Rolf Falk Larsen på siste langsiden der. Og går inn på 15.28.20. Har et fint løp. Og 15.28.37 på Kramer. En nydelig taktisk oppgjør. Begge to har full ære av den fighten der. Men de var altså aldri i nærheten av å kunne true Bortsev i poengsammendraget. Og vi ser at Falk Larsen har fått 170,729. 170,729. Kramer 171,336. 171,336. Inn på annen og tredje plass foreløpig. Så skal vi i møte se et veldig interessant par. Det er Geir Karlstad mot Igor Malkov. Langdistansekjempenes prestisjeoppgjør. De to som tok første og annen plass med Geir Karlstad først på 5000 meter i går. Og her er det altså snakk om ingen ringere enn den olympiske mester på distansen, Igor Malkov. Mannen som slo Thomas Gustafsson 500-dele. I Sarajevos siste skøytedag. Så spørste da Geir. Klar. Skuddet smeller. Igor Malkov. Det er jo en fremragende løper på mange andre måter. Han har jo verdens beste tid på distansen med 13.54.81.
13.54.81. Geir Garstad har i sin tid løpt ned på 14.26.41. Så det to fremragende løpere her altså. I sammendraget ligger de i midlertid på 10. og på 13. plass. Jeg tror ikke vi forløpig skal begynne å regne dem noe fremover på listen heller. Malcolm kan selvfølgelig komme til å passere Mark Mitchell, som ligger på 9. plass. Kommer til å gjøre det. Men la oss nå se på den første. Du fikk første runden. 38,3. Det selvfølgelig ikke imponerende. Zijn zou moeten komen. 1.14.7 en nog altijd 1/10 seconde voorsprong voor Karlstad. En daarmee zijn ze inderdaad sneller dan Van der Klasse en Kramer, maar nog beduidend langzamer zijn de 3 volle seconden dan Bokjev. Het is gewoon de vraag, hoe lang kan je hier rondje 36 blijven rijden? Laat je dat na 8 ronden doorgaan naar rondje 36,5 en waar verlaat je dat pad om naar de 37 en 37,5 te gaan. ...1.52.1, 1.52.2 en zij zitten dus op 37 rondjes, terwijl Bokjev nog eventjes 36 heeft gereden. Ja, ze rijden nu nagenoeg dezelfde tijd dan de tijd die in de voorgaande rit werd genoteerd, Kramer tegen Van Klarsen. En daaruit mag ik concluderen dat ook deze twee mannen in een voorzichtige opening voorlopig de winst laten aan Bokjev. Maar kilometervreters als zij zijn, verwacht ik dat ze nog wel komen. 2.28.8 inmiddels voor Karlstad. 2.29.1 voor Malkov. En dan zijn ze al langzamer ook geworden dan Falk Larsen. 16e van een seconde is het verschil. Meter. Lichte voorsprong voor Karlstad, 3.42.2. En dan zit hij toch een volle seconde ook achter op het schema van Falk Larsen. En moet je heel voorzichtig gaan denken aan een zwaarder wordende baan in de loop van deze middag, in de loop van de 10 kilometers. Omdat ook deze mannen vooralsnog, althans ver verwijderd blijven van de tussentijden van de snelste man tot nu toe, Oleg Bokjev. Het spandoek wat u hier helemaal aan het eind van dit rechte stuk ziet hangen, dat intrigeert mij eigenlijk de hele middag al. Er staat op gedrachten, maar ik heb nog niet de indruk dat Ali Boersma hier ook meedoet. We gaan naar de 3600 meter. Het verschil tussen de heren onderling wisselt voortdurend. Dan de een, dan de ander voor. 4.55.9. Karlstad en daarmee 4 seconden achter Bokjev. Ja. Daar blijven ze op rijden. Die Bokjev heeft in zijn eerste 4 rondjes heeft hij dat verschil gemaakt, dat weet u. Toen
dacht ik even dat hij hele snode plannen had. Wat ik heb van Leen Vrommer altijd geleerd, dat je 2 keer een 5 kilometer moet uitrekenen plus 20 seconden erbij. Dat is een goede 10 kilometer tijd. Maar dat was niet te handhaven. Gelijk, dat heet gelijk, 5.32.8. Komen nu zo langzamerhand in de buurt van het schema van Falk Larsen. Ruim een halve seconde zitten ze daar nog achter. Ik ben echt benieuwd wat deze twee mannen nu in de verdere opbouw van deze 10 kilometer nog zullen kunnen doen. Het moet nog beter kunnen, zou je zeggen. 6.096 voor Karlstad. En nog altijd 16e van een seconde langzamer dan Falk Larsen. En dan weet u het wel hoe het zit ten opzichte van Bogjev. En als je dan doorfilosofeert, dan moet straks Hilbert van der Duim over uitzonderlijke krachten gaan beschikken. Om nog een serieuze aanval te wagen op die wereldtitel. Ja, en vraag is dan ook natuurlijk, durf je dat dan nog? Als je ziet wat er in deze ritten gebeurt, waarop mannen het toch vreselijk moeilijk hebben. Durf je dan nog echt op die wereldtitel te gaan jagen? Of consolideer je dan liever een tweede of een derde plek? Dat zal moeten blijken. Tegelijkertijd met Falk Larsen. We hebben nu de helft van de 10 kilometer van deze heren gehad. We gaan naar de 5200 meter lijn. Het zou mij niet verbazen als er nu dan toch zo langzamerhand sprake zal komen te zijn van een kleiner verschil ten opzichte van Bogjev. 7.57.6 noteert Karlstad hier. En het verschil is dan 24 seconden. Ja. Nou, Jutter kan natuurlijk schitterend op, beurtelings aan de leiding rijden. En nu is het weer Karlstad, 8.33.5. Ja, ze kruipen dichter naar de tijd van Bogjev toe. 3.2 seconden nog is de achterstand die hen scheidt van Bogjev. En normaal gesproken zullen deze mannen dat gewoon door moeten kunnen zetten, dat dichterbij kruipen en wellicht er nog wel onder kunnen komen. Her har han fått en fullverdig makker i samme par. Og disse to slåss, og de gir og de tar. Det jeg holdt på å si, rene boksekampen. Det en stor fornøyelse å se to så fine skøyteløper i denne duellen her. 9.10.1, og russeren så vidt foran. Da gikk rundetiden opp igjen i 36.6, men det var 4/10 hurtigere enn Bogjev på den runden. Og dermed differansen bare 2,8 sekunder i Bogjevs favør. Ja, det måtte jo komme en reaksjon på dette voldsomme kjøret med rundetider ned mot 35 langt. Og de har jo ikke gitt seg ennå. De henger på hverandre. 9 runder igjen når de kommer til mål. Rundetidene kan jo gå opp, men de nødt til å sette inn nye støt hele tiden. Og Geir Karlstad stadig i angrepsposisjon i indre bane. Nå leder han med 2 meter. Passerer på 9.47 blank. Og har 36,9 i rundetid. Det var 3/10 raskere enn Bogjev på den runden. Og dermed ligger han bare 2,5 sekunder etter. Han har nok av tid å ta det igjen på. Det 8 runder igjen.
Geir Nyland er fremme og hjelper til å heie her. Rolf Falk Larsen står på langsiden her for å gi Geir Karlstad denne oppmuntringen som norsk skøytesport trenger. Det er altså klart at vi får ingen verdensmester, men du verden om vi kunne få en mann som hadde to distanseseire. Det ville løfte helhetsinntrykket voldsomt. Og Igor Malkov, olympiamesteren, er nå helt jevnt med Geir Karlstad og passerer kanskje så vidt foran i indre på 10.23.5. Og rundetiden blir 36,5. Det var et halvt sekund hurtigere enn Botsjev, og dermed er differansen nøyaktig 2 sekunder. 700 igjen når de kommer fram til passering nå. Er det tretthetstegn å spore noe sted? Nei, det ser ikke sånn ut. Det ser ut som Geir er sterk nok til å kjøre på ved inngangen til svingen. Og Botsjev vet at han kommer. Han hører skøytene skrape der i indre bak seg. Så ser han denne blå skikkelsen i øyekroken dukke opp igjen, og igjen, og igjen. Og nok en gang er altså Geir Karlstad så vidt foran. Passerer der på 10.59.6. Og har 36,1 i rundetid. Tar et helt sekund fra Botsjev, og dermed ligger han 1 sekund etter. Og nå roper de, Geir, kom igjen. Kan det se ut som Malkov får en bitte liten sammenbrudd der borte nå? Har han begynt å tippe med nesa nedi? Geir har fått et tips, kanskje, og kjører i ytre. Men Malkov kommer igjen, han. Men Geir er foran ham ut fra ytre. Det er helt jevnt igjen. Malkov greide å legge på litt grann på slutten av svingen. Og det er praktisk talt jevnt. Malkov bitte litt grann foran. 11.35 blank. Det er 35,4 i rundetid. Og dermed de 1,1 foran Botsjev. Tok 2,1 på den runden. Nå kjører vi fra, ropte Bjørn Nyland der borte. Og det var 5 runder igjen da, når de kommer til mål. Det spørs om Geir har noe mer å kjøre med. Dette er jo gigantenes oppgjør på 10 000 meter. Og Geir kommer igjen, han. Men nå er Malkov bitte litt grann foran i ytre. Og så kjemper Geir og kommer opp på siden. Og kommer en halv meter foran til passering igjen. På 12-11 blank. Og rundetid 36 blank. Og 2,8 foran Botsjev. Og så spørs det på vekslingssiden nå da. Geir gikk en god indre, Malkov gikk en like god ytre. Ser ut som Geir har disse 15-16 meterne. Og så kommer inspirasjonen igjen ved inngangen til svingen for Malkov da, som slenger på litt ekstra, kom litt skjevt inn i svingen der. Men han kommer fort på Geir, og Geir må kjempe ytre for å holde følge. Malkov har et større forsprang nå enn Geir hadde i sted. Kan det se ut som Malkov har satt inn et støt og vil gå ifra? Ser ut som Malkov går fort nå, leder med 3 meter, passerer på 12.47.2. Og har 36,2 i rundetid, og ligger da 4 sekunder nøyaktig foran Botsjev. Det var 4 runder igjen, og det kunne se ut som det var et svakhetstegn hos Geir Karlsen. Vi så det, Geir Karlstad, vi så det på rundetiden. Spørs om Geir kan komme og kjempe igjen da. Det var et lite svakhetstegn. Det var ikke Malkov som angrep. Det var Geir som begynte å falle litt av. Han har greid å ta seg sammen, og Geir Karlstad kommer igjen. Han er på siden av Malkov nok en gang fra indre. Når det kommer til passering, nå er det 3 runder igjen, og Geir får skøytespissen foran nå også, på 13.23.8. Og 36,6 i rundetid, og 4,8 foran Botsjev. Nå har Malkov siste indre, vi skal være klare over det. Geir kjører på med en arm nå, og det ser ut som Geir har tenkt å sette inn et støt. Har han tenkt å sette inn det avgjørende støtet nå? Det er 2,5 runder igjen. Malkov er oppmerksom på det. Geir går med en arm løs i ytre og presser det han kan, men Malkov kommer først allikevel. Det er 2 runder igjen, og Malkov skal altså ha siste indre. Geir kjører på ytre nå, det er riktig, Geir. Det er nå du skal sette inn. Helt riktig passering, 14.002. Og 36,4 i rundetid, og 6 sekunder foran Botsjev. Og så da, Geir Karlstad, kan du kjøre inn i ryggen på Malkov? Du er nødt til å prøve nå. Men Malkov holder unna. 600 meter igjen. Geir inn i indre. Malkov i ytre. Der burde du vært på siden av ham, Geir, når du kommer ut. Og burde kjøre fra ham. Og Geir kommer opp på siden av ham. Men han greier ikke kjøre fra russeren. Det er 500 meter igjen. Geir prøver. Han vet at han kommer til å ha Malkov i ryggen på seg på vekslingssiden. Og Malkov med siste indre. Geir øker farten fram til passeringen, leder med en meter. 14.35.9. 35.7 i rundetid. Og da er han 7,6 foran Botsjev. Og det var en stor innersving av Geir Karlstad som spurter. Og han har mer enn 15 meter. Han har mer enn svingdifferansen der borte. Og Malkov kan ikke ta ham igjen. Geir kjører i ytre. Malkov kommer på etterskudd i indre.
Geir Karlstad kommer til å komme ut på oppløpstiden med noen meters ledelse. Han har Malcolm 5 meter bak seg. Ingen slipper begge armene. Ingen vil komme frem på tuppa. Geir holder stilen. Han holder farten inn mot mål. Og han slår Olympiamesteren med 5 meter. 15.11.47. På Geir Karlstad. Ingen stor tid. Og 15.12. 15 på Malcolm. 15.12.15. Ingen stor tid det heller. Men du verden for et løp det var. Fantastisk løp. En alldeles utrolig duell mellom to store langdistanseløpere. Han har ikke vunnet ennå, Geir Karlstad. Men han leder 10 000 meter. Og intet ville vel glede oss mer, og intet ville vel bety mer for norsk skøytesport enn om han får også denne distanseseieren. Og vi ser poengsummen til Malco, 172-213. 172-213, og vi så Karlstad 173-175, 173-175. En dan, ja, als je dan wereldkampioen wilt worden, en je heet Van der Duim, dan moet je dus 13 en 24 honderdste van de seconde sneller zijn dan Bogjev. Nou, kijk maar, de tijd van Bogjev staat daar, 15-20-85. Als je dat 13-24 van aftrekt, dan hou je iets van 15-07 en een klein beetje over. En dan moet Van der Duim wel een uitzonderlijke prestatie leveren om dat te realiseren. Want als we daarnet Karlstad en Malkov hebben gezien, per definitie toch eigenlijk de beste 10 kilometer rijders die hier zijn. En die komen niet onder de 15-11 uit. Dan mag je bijna van Van der Duim niet verwachten dat hij dat wel kan. We zijn op weg. De laatste afstand voor Erigen van der Duim. Ik zeg het nog maar eens. Het verschil tussen de beide heren in het klassement is ruim 1 seconde in het voordeel van Erich. Laten we daar eerst maar eens naar gaan kijken. Van der Duim moet dus punt 1 gewoon van Erich winnen. Andreas Erich, 38-1, Hilbert van der Duim, 38-5. En wat zit er achter Van der Duim in het klassement, om die kant van de medaille ook even te laten zien. Daar stond Valk Larsen na 3 afstanden. En die moest 72 honderdste van de seconde sneller zijn op deze 10 kilometer dan Van der Duim. Dus ook dat verschil is uitermate gering. Met andere woorden, het kan nog van alles worden. Het kan vierde worden, het kan derde worden, het kan tweede worden en wie weet. 800 meter. 1.13.8 voor Erie. 1.14 blank voor Van der Duim. En daarmee zijn ze, althans in fracties van een seconde sneller dan de heren in de vorige rit. En we hebben gezien dat die twee, Karlstad en Malkov, hun 10 kilometer heel, heel bekwaam hadden opgebouwd. En aan het eind met goede prestaties door konden gaan. Juist in de fase waarin Bokjev het zo moeilijk had. Wel, dat hebben Erigen van der Duim ook gezien, mag ik aannemen. Maar wat het betekent, vertaald in prestatie, dat zullen we zien. 1.50 blank om 1.50-5. En daarmee zijn ze 2 seconden sneller dan de heren uit de vorige rit. Als dat maar goed gaat. Erich. 2.26.5, 2.26.7 van de Duim, rondjes 36.2, dat kan. Ja, ik moet zeggen dat ik het gedurfd vind en ja, we hebben het al eerder geconstateerd en ook verwoord. Als je wereldkampioen wilt worden, moet je dat op deze manier aandurven, anders word je het zeker niet. Nou, de heren geven de indruk dat ze het aandurven. Ze rijden nu een tijd die tussen de 2 en 3 seconden sneller is dan die van Karlstad en Malkov. Die 2 seconden langzamer is dan Bogjev.
zullen eens kijken hoe dat verder loopt. 2000 meter inmiddels. 3030 om 3033. En dat is 2 en een klein beetje, 2 seconden en een klein beetje boven de tijd van Bogjev, die hard vertrok. Het biedt nog steeds perspectieven. Hilbert inmiddels over Erich heen. 3.40.1, 3.40.2. 37.1 rondje. De vingers van beide coaches zijn naar beneden, dat kunt u zien. 2 seconden sneller nog altijd dan Carlsen en Malkov. En ook dit is natuurlijk op zich weer een schitterende rit. Wetende dat de uitgangspositie in het klassement voor beide heren nagenoeg dezelfde is. Het verschil is heel gering. Erich. 4.17.3, 4.17.5 van de duim. Twee seconden sneller dan Malkov, 3 seconden langzamer dan Bogjev. Dat is de stand van zaken op dit moment. Hilbert, 4.54,5 om 4.54,8. Niets veranderd ten opzichte van voorgaande passage. Maar nog altijd perspectief. Van der Duim ligt voor. 5.31,5. Onder de 37 zitten beide. Dat is nog steeds goed. Nou, het is altijd nog 4 seconden langzamer dan Bogjev. En u weet het, het moet ruim 13 seconden sneller gaan dan Bogjev. Maar dat kan op 8 ronden voor het eind. Kan dat enigszins andere vormen gaan aannemen. En dat is aangetoond door Karlstad en Malkov. Van op duim. Zes, nul, acht, nul. Andreas Erich is ook niet echt van plan om van de duim te laten gaan. Integendeel, de Oost-Duitser heeft nu weer een kleine voorsprong op Van der Duim. 6.45.2 om 6.45.3. Hierbij zijn ze 1 seconde sneller dan Malkov, Karlstad. Schitterend gelijk opgaan van de Duim en Erich. Zelfde tijd denk ik, ja, 200 van een verschil. 7.22,5 voor beide rijders. Ruim een seconde sneller dan Karlstad Malkov. En zo 5 seconden langzamer nog altijd dan Bogjev. En daar gaat Erich weer.
59,7 om 8.00.23. Dit is een kritieke fase geweest in de ritopbouw, deze twee rondjes. Hier zijn de steers Karlstad en Malthoff op het vlak schema blijven rijden en moeten deze twee heren nu wat inleveren. Karlstad had hier 8.33 en u ziet wat de gevolgen zijn, 8.37. En dat is ineens een groot verschil. Zij kunnen dus niet blijven doorrijden waar de steers het wel konden. Ja, daar zijn de vingers ook naar boven van Henk Boer. En de hoop wordt nu een hele dunne hoop. En daar gaat Erich onder van de duim. Duidelijk te zien, het verschil wordt groter tussen de Oost-Duitser en de Nederlander. Kijk eens. Het is geprobeerd, maar beide sneuvelen ten opzichte van de gouden medaille die hier te verdienen is. 9.14 om 9.15. En het is gepiept. En Hilbert, zijn achterstand lijkt mij groter te worden ten opzichte van Andreas Erich. Kijk maar, hier is Andreas Erich in 9.50.9 en daar had Bogjev 9.44. En Hilbert die zakt langzaam maar zeker in. En dat kan nog wel eens grote gevolgen hebben, want de tijd we hebben al een klasse. Ja, ja, de van klasse tijd inderdaad. Ja. Erich blijft er dus voor, zo te zien hoor, we zijn er nog niet, maar zoals de situatie zich nu aandient in het klassement. Erich zal geen kampioenschap kunnen halen, dat blijft Bogjev dan 1 staan, Erich 2. Maar kan Van der Duim dan nog derde blijven of niet? Dan moet hij die derde plaats ook nog inleveren aan Falk Larsen, die in het klassement vlak achter hem stond. We gaan het eens even bekijken, 10.37.7 inmiddels voor Erich. En hier is Hilbert in 10.30.80. En dan is hij nog 17e sneller, van een seconde sneller dan Falk Larsen. En hij mag aan Falk Larsen net die 17e verspelen. Met andere woorden, de marge in totaal is nog maar 1,5 seconde. Andreas Erich, 11.04.3 en Hilbert van der Duim, 11.08.2. En daarbij is hij nog maar 14e seconde sneller dan Falk Larsen. Het is knokken en vechten wat Hilbert op het ogenblik doet en hij vecht. Het is niet anders voor een bronzen medaille op het ogenblik. Hier komt Erich 4 naar 7600 meter. 11.40.4. En wat doet Hilbert? 11.45.1. 11.45.1. En dan heeft hij toch weer wat teruggepakt ten opzichte van Falk Larsen. Dat is goed, een dikke seconde is het nu weer. Voor beide was het een goed rondje inderdaad, ja. Want als je het vergelijkt nu met Bogjev, en dat is een eerlijke vergelijking, is het daar nog 4.1 seconde verschil die Erich achter ligt. Nou, laten we het er in ieder geval op. Oleg Botsev ligt op 3e plaats op distance. Skal vi sjekke Erich litt mot han også, kanskje? Han ligger nok etter, men likevel. 12.17.4. Det var 37 blank rundetid, og 6,6 foran Falk Larsen. Du vil ikke sammenligne med Botsev? Botsev var det du skulle sammenligne med, ja. Han ligger 2,6 etter. Ja, så han kjemper altså i realiteten også om en tredjeplass på 10 000 meter, Andreas Erich. Jeg sjekket rundtiden til Van der Duim her, 12.22.7, hvordan var det i forhold til Falk Larsen? 12, ja vi kan ta den på nytt igjen når han kommer nå. Her Erich først på 12.54 blank. Det 36,6 i rundetid,
Og der er han 7,1 foran Falk Larsen. 13.001 på Van der Døym, hva sier det oss? Et sekund foran Falk Larsen. Nå 37.4 for Van der Døym i rundetid der fra sin sekundant som viser rundetidene. Når de kommer til mål nå så det tre runder igjen. Skal vi sammenligne Erich med Bortsjev Jorseth og se om han tar en bronsemedalje og Van der Døym med Falk Larsen. 13.30,8 på Erich. Det 36,8 i rundetid. Der han også 7,2 foran Falk Larsen. Han var 2,2 etter Bortsjev. Og 13.37,3 på Van der Døym. Det 7 tiendeler foran Falk Larsen. Og han skal altså være 7 tiendeler etter, så der det meget knepen. Kommer frem til passering nå, så det 2 runder igjen. Erich kjemper altså for en bronsemedalje på 10.000 også. 14.07,6. Det 36,8 i rundetid. Der han 1,4 etter Bortsjev. Ja, og Kar altså 2 runder å gjøre det på. Og Van der Døym hadde 14.14,5. Det nøyaktig sekunder foran Falk Larsen. Og da har han i realiteten 1,7 å gå på der da. Og da skulle det vel holde for Hilbert Van der Døym. Og det altså ingen tvil om at Andreas Erich nå går inn til en annen plass sammenlagt i verdensmesterskapet etter en russer, og det en stor østeuropeisk triumf i alle fall. Erich passerer siste gang på 14.44,4 og har 36,8 i rundetid og ligger 9 tiendeler etter Bortsjev. Og kan altså komme til å slå av. 14.51,5 på Van der Døym. 8 tiendeler foran Falk Larsen. Og da tenker jeg den saken i orden også. Og så spurter da Andreas Erich de siste 200 meterne. Vi skal huske pålegg Bortsjevs tid. Verdensmesteren kom inn på 15.20,85 og vil vel gjerne beholde sin bronseplass. Skal vi se om Erich kan slå den. 30 meter igjen. Spurter hardt, greier det ikke. 15.20,99. Det var 1400 deler for sent. Men han tar annen ærespris. Og Hilbert van der Døym går inn så pass fort at han slår Rolf Falk Larsen i sammendrag og tar tredje ærespris. Ja, da det hele klart da, mine damer og herrer. Skal vi begynne med det beste, at Geir Karlstad antagelig også har vunnet 10.000 meter. Og det gjorde han i et fantastisk samløp med Malcolm. Ja, vi skal kanskje først notere poengsummen til Van der Døym, 170,678. Og vi har altså, ja, Erik skulle vi ta først da, 170,283. Og det altså da de beste etter at første pulje har gått på 10.000 meter. Og det betyr at Oleg Bortsjev årets verdensmester. Rolf Falk Larsen på fjerde plass. På 10.000 meter ser lista slik ut. Geir Karlstad 15.11,47. Malko 15.12,15. Bortsjev 15.20,85. 9.45,1. 18 seconden langzamer dan Bokje. Schalei was derde bij het Europees kampioenschap in Larvik. Ook hij kon tijdens de Olympische Winterspelen niet echt meedoen. Maar hier bij het wereldkampioenschap als klassementsrijder bewijst hij zich alweer redelijk. 10.22,3. Terwijl de rondetijd naar boven de 37 klimt. Maar het verschil ten opzichte van Bokjev nog maar altijd 18e van een seconde is. Ja, en van het duim wint hij nu 8 seconden. Ja. Dus het is een aanval, niet alleen op de plaats van Kramer, maar het is een rechtstreekse aanval. Denk ik dat hij die heeft toch ingezet op de derde plaats. Daar is hij op uit. Maar die derde plaats is natuurlijk heel moeilijk te bereiken. Dan moet hij 23 seconden sneller zijn dan van het duim. Maar ik
Ik denk wel dat Galei hier 10.59.7 scorend inderdaad op weg is om een ereplaats in ieder geval in het klassement voor de 10 kilometer voor zich op te eisen. Althans, dat is hij duidelijk proberen aan het doen. Hij is nu weer iets meer dan een seconde langzamer dan Bokjev. En hij zit nu zo langzamerhand op het schema van Karlstad en Malkov. Hij zit daar zelfs precies op. En dat is op het moment dat die twee mannen gingen versnellen en wegliepen van het schema van Bokjev. Schalei dus nu bij de laatste passage gelijk aan Karlstad Malkov. 11.37.4 en daar gebeurt met Galei wat eigenlijk met iedereen gebeurde. Daar krijgt hij dan de tik ten opzichte van Karlstad Malkov, de twee snelste mannen tot nu toe. Want daar verliest hij in één keer een dikke 2 seconden in die laatste volle ronde. Daar is Frits weer. En 12.15.25. Met een rondje van bijna 38 seconden. Dus zijn kaart gaat dan langzaam uit. Het loopt nu op zijn schema. Hij houdt ook niet meer ten opzichte van het duim die voorsprong. Maar het is in ieder geval nog iets wat dan nog leeft in het stadion. Waarbij Van Helder inmiddels op zo bijna een halve ronde is gezet door Schalei. Die nu doorkomt in 12.53.11. En een rondetijd van 37.8. Ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Kom op, Frits! Die 8 moet eraf! Die 8 eraf! Kijk, Rob Pluimers. Zeer enthousiast bezig met het doorgeven, door schreeuwen zou ik willen zeggen, naar Schalei van de rondetijden. Ja, want die 8 moest eraf. 8 seconden scheiden trouwens Schalei en Kramer op dit moment in de race. Bijna. 13.30.8. En Kramer had hier 13.38.7. Dus we blijven op zijn 8 seconden. Meneer Hans. Allee, 14.8.7. En daar had Kramer 14.16. Ja, het is heel dapper geprobeerd wat Galei hier allemaal gedaan heeft. Ik denk dat hij die plaats van Kramer net niet zal halen, tenzij hij de laatste ronde gewoon goed doorgaat. Maar waarschijnlijk komt hij daarvoor net iets te kort. En dan kunnen we constateren dat Kramer en Schalei vijfde en zesde blijven in het tijdklassement. Dat is op zich natuurlijk heel verdienstelijk. In de breedte heeft Nederland hier als land het beste gepresteerd. Ook dat is een constatering die je mag maken. 14.46.6 bij het ingaan van de laatste ronde. En u zag de rondetijd 37.8 opnieuw. Dat is te veel. Daarmee red je het niet. En daarmee kan hij ook een ereplaats in het klassement met 10 kilometer wel vergeten. Maar, zoals gezegd, Frits Galei heeft inmiddels het is wel wat laten zien. Hij heeft wat geprobeerd in die toch zo moeilijke tweede helft van die 10 kilometer. Waar vaak saaiheid overwint, is de man uit Weest thuis in 15.24.32. Goed voor een vijfde plaats op de afstand. En Galei heeft daarmee 171.667, Van Helden 172.899, Bokjev 1, Erich 2, Van der Duim 3, Valklasse 4, Kramer 5, Schalei 6. En zo is het en niet anders. Duim Holland op 3. Norge op 4,
Två nederländare på femte och sjätte. Malkov, Sovjet på sjunde. Van Helden, Frankrike på åttonde. Ska någon kunna hota så är det Michael Hartschief, Österrike till vänster där, som kör mot den rutinerade långdistansaren Mike Woods i USA. De går ihop därför att de var bra på 5000. Woods blev åttonde man och Hardshift blev tionde i ett fält som var oerhört jämnt. Båda låg på 7.22 och några hundradelar. Det gjorde icke mindre än sex man. Så det skilde väldigt lika där. Hardshift får första passeringen 38.40. Och de står kraftigt också för att gå förbi han i sammandraget. Och förlöpig så ligger han inte nog föran. Passeringen är 4.51.9. Och det är 35.9 i rundetid. Och där är han tre tiendeler föran Fritz Skalei. Ja, som ni ser så är det alltså nå intens fighting mellan österrikaren och den amerikanske skjuteveteranen då. Och vi upplever det samma här som vi upplevde i paret mellan Karlstad och Malkov med något mindre målestock, att i slike dueller så presses rundetiden ned och ned och ned och så får man en liten baksmäll och så kommer man tillbaka och tillbaka. Det är det som är i fight man ser nu. Hatschief är på 5.27.6. Det är 35.7 i rundetiden och där är han nöjaktig sekunde föran Fritz Schalai. Schalai falt ju också nog så starkt av på slutet, vi ska huska det. Det talar alltså i Hatschiefs favör. Fem sekunder bättre än Karlstad, det kan väl stämma det, spikaren säger det. Ja, han är faktiskt 5,2 föran Karlstad. Ska vi börja också kika lite på det också kanske? 6.02.9 på Hatschief. Ja, det är 35,3 i rundetid. Och då är han 6,7 föran Karlstad. Han måste slå för exempel Skalei med 12,96 sekunder. Låt oss vara klara över det för att passera Skalei på vägen från 7:e till 6:e plats. Nu är vi lite grann skeptiska och får slikt kört som detta så tidigt i löpet, men vi ska också huska på att Hatschief var tätt upp till Geir Karlstad på 10.000 meter olympiska leker. 6.38.2 här. Ja, en ny runde på 35,3 och där är han 7,8 föran Geir. Jaha. Det jag syns inte, det hörs så morsomt ut, ja. Det hörs helt nyst ut, syns jag. Vi får ju kanske håpa att det bara är ett sånt litet kör, men jag syns han går faktiskt väldigt bra ut på dig. Vi studerar han nöje nu. Kommer han igen. Mike Woods håller godt følge og ikke mer enn 30 meter etter. 7.13.9. Da måtte han opp i 35.7 i rundetid. Det samme hadde Karlstad på den runden. Og differensen er stadig vekk 7,8 sekunder i Hatschiefs favør. Så vidt jeg husker løpet til Hatschief fra Sarajevo,